Ja mensen, ik heb me eigenlijk een beetje in de stront geholpen toen ik als een Rambo eigenlijk op een politiebureau keihard iedereen ging neerschieten. En dan eigenlijk geen onschuldige burgers, maar de politie. Dat was natuurlijk niet slim, maar nu ben ik ervan ontkomen. Ik heb in een hoekje gestaan, heel lang gewacht. Ik ben al in het winkelcentrum beland, want ik kon mijn ticket niet betalen bij politie. Want ja, de helft van de politie zat achter me aan omdat ik mijn wapen liet zien per ongeluk. En we moeten nou Crotchy halen. Crotchy klinkt als chips, maar wat er precies weet ik niet. We zien het wel na het intro. Okay, people, let's go to work. Dag mevrouw de politie. Hallo. Ik heb net ook gesmokt, dus ja, omdat ik op F1 klikte of zoiets. En nu is dat niet goed voor mijn leven, maar het is wel omhoog gegaan. En dadelijk ga ik dus trippen, denk ik. Slecht hè, drugs jongens, slecht. F, we gaan eens kijken. Get Crotchy. Is die hier Crotchy? Nee, dit waren die pijpen die ik kon kopen. Maar hier ben ik nog niet geweest. Ziet eruit als bedden. Ga ik de goede kant op? Nee. Dit is zeker niet de goede kant op. Maar deze winkel had ik nog niet gezien trouwens. Ik verkoop allemaal bedden hier. En ik zie banken die je hier kan kopen. Lijkt net een beetje een kleine IKEA. Maar het heet Turdienes. Turdienes. Volgens mij is het een hele mooie winkel. Koelkasten staan hier zelfs. Ik zeg niks. In deze game kan dit allemaal gebeuren. Ik sta nergens gek van op te kijken. Dit zie je niet in andere games. En dat maakt het leuk. Maar ja, als Talibans de winkel runnen, vind ik het helemaal goed. Tactical SWAT surplus. Kun je kogels kopen of zo? Er staat al een vrouw hier. En al een politieagenten. Hallo. Is this everything? Yes. Ik weet niet. Ik hoef hier niks te hebben. Ik ga wel naar die winkel, maar ik heb er niks nodig. We moeten Crocs hebben. Close for innovation. Moeten we hier doorheen? We gaan in ieder geval wel, denk ik, een soort van de goede kant op. Ik probeer het. Parking. You are here. Nou, en waar moeten we heen? We moeten naar richting naar boven. Richting 1 dus. En 1 is De Baltoon. Is dat wel goed dit? Klopt dit wel met de mal? Ik weet niet eens of dit klopt. Kan ik hier wat kopen? Nee. Ik ga door deze construction yard. Ik weet ook niet zo goed wat ik hier moet doen. Ik heb wel een wapen hier. Get out, you freak. Gaat gewoon een winkel binnen. Oké, ja, maar hier, we gaan wel de goede kant op, heb ik het gevoel. Alhoewel, we moeten die kant op. En we gaan nu weer terug. Oh! Sorry, mevrouw. Sorry, ik ga langs u. Dit is uw kassa en uw winkel. Excuus. Blowout book sale. Kijk waar we nu zitten. We zitten in het midden van de mall. En meestal hadden we van die wegwijzers, dat we wisten van Crotchy in de uitverkoop. Volg die borden, maar ook dat zie ik nu niet. En daar baal ik een beetje van. Meestal zie je het keihard in beeld. Crotchy. We zoeken naar een naald in de hooiberg hier. Maar we moeten in ieder geval wel in de mall zijn. En dat is wel een ding wat zeker is. Die muziek ook, hè? Hier moet al helemaal niet zijn. Maar ze staan wel weer in de rij voor iets, weet je? Dat moet er ook niet zijn. We gaan hier naar beneden. Ik wil even dit pad volgen. Nou, kijk wat daar is. Ja, we komen nog wat dichterbij. Oh, mooi, mooi, mooi. We komen dichterbij. Gelukkig. Ik dacht, we komen er nooit. Beast and Love.
Ik denk dat we hier ergens moeten zijn, hoor. Crotchies. Hier naar voren lopen. Crotchies. Ja, we lopen er nou recht op af. Hier zouden we de crotchies moeten vinden. Ja, dit is het. Maar... Crotchy. Bad touch. En hier staat een man in een pak. Hallo meneer. Hey mascot, I need a bad touch crotchy. We be all sold out and shit. Fuck you. Tell a grown up. Larry the Crab en Crotchy. Zo is als een 3D Crotchy. Schattig. Cops in the hood. Oké, ze zegt al, ik kan niks vinden als Crotchy. Je hebt alleen maar Larry the Crab. Crap, sold out. Figures, there are plenty of Larry's left. Echt, er zijn alleen maar Larry the Crab? Maar we willen geen Larry the Crab, we hebben Crotchy nodig. Dus ik ga even achterin kijken. Kan ik hier... Oh ja, ik kan naar achterin. Oh. What the? Ik wil alleen maar Crotchy. Ga maar weg. Achterlijke man. Oh, holy crap. Ik schiet je hoofd eraf als je langs hier komt. Ik wil alleen Crotchy. En jullie... Zijn we aan het beschieten hier? Achterlijke. Hallo? Is hier nog een extra Crotchy? Gaan die mensen mij schieten die daar liep? Die man? Die onschuldige man? Hij gaat voor mij niks doen, hè? Kan ik dit oppakken? Nee. Wacht, zal ik mijn wapen nog niet tonen? Een man en een vrouw. Zal die wat pakken? Oké, die mensen doen niks. Die man ook. Oh, hoe die man wel? Dat is een hele dikke baasdirecteur. Ik ben sowieso aan... Oeh, die schiet ook! Huppakee. Zogenaamde directeur. Geloof er niks van. Ik hoorde geen granaat ontploffen trouwens. Daar zo, hè? Ja. Ga je krijgen nu, hè? Oorlog, officieel oorlog. Wie heeft de laatste Crotchy? Wie krijgt hem? Dat is eigenlijk de bedoeling, hè? Ja, kom maar. Waar zit je? Heeft ze zichzelf gedood, mensen? Ja, ze ligt hier. Dat heb je als je met granaten stunt. Crotchy! Ik wil Crotchy! Yes, we hebben Crotchy. Dat was eigenlijk makkelijker dan het vlees wat we nodig hadden. Vind ik. Oh shit, politie. Made it. Moeten we nou weer gaan strijden tegen SWAT mensen? Kan ik hier niet in? Is hier nog wat te vinden? Een granaat. Hebben we dat nodig tegen politie? Hell yeah. Ik ga eerst deze gebruiken. Granaat, kom later! Oeh. Wacht, heb ik een granaat? Gooi. Oeh. Yeah! Wie is hier de beste... sluipschutter. Ik weet niet, ik ben het niet. Maar ik schiet wel goed. Redelijk. Get the fuck down. Oeh, er komen er heel veel! Laten we ze één voor één doden, want anders schiet het niet op. Wacht even. Nee! Ik schrok me dood van die meneer. Of die mevrouw ook. Wacht even, Bobet. Een pistool is echt heel goed. Dat is echt zo, hoor. Huppakee. Je schiet namelijk best wel goed op afstand. Je moet wel raak schieten, dat is wel logisch, zeg maar. Dat is de logica erachter ook. Van ja, als je raak schiet is het goed. Er komen heel veel mensen, jongen. Er komen echt te veel mensen. Kom maar. Ze staat hier achter, hè. Let op. Ah! I feel better already. Oh, shit, hè. Tactische politie dit keer. En zo wordt dit stukje toch nog wel best wel aardig pittig. Alhoewel.
Oeh, er komen er nog meer. Oh shit, die heeft een shotgun. Oh shit, die is sterk. Oh shit, waarom kom ik niet meer weg? Ik moet een beetje afstand nemen, want shotguns zijn best wel... Ja, best wel sterk. Holy shit. En nu heb ik mezelf het nauw gedreven, dus nu is het zoiets van... Schiet er, Vincent! Oh, die heeft ook een shotgun. Maar ik schoot hem recht in zijn balzak. Ik weet niet waarom de balzak op zijn hoofd zit. Maar... Huppakee. Dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Pistool is gewoon de baas. En waarom druipt hij bloed naar beneden? Ik wil niet weten wat hij hier boven loopt. Huppakee. Oh, la 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 la. Mooi liedje. Kom op. Waar ben je, politie? Kom maar, kom maar, kom maar. Je hoeft niet te schuilen. Ik heb een shotgun. En u heeft ook een wapen. En dat is niet eerlijk dat u... Ik schiet die recht. Kom op. Ja, huppakee. Komt er iemand door die deur? Waarschijnlijk politie. En daar, wat kunnen we daar vinden? Hier ben ik nog niet eens geweest. Armor. Had ik niet eerder kunnen kijken? Nou, we hebben in ieder geval wel armor. Kom op. Ik zou heel graag deze armor willen hebben. Ja, dankjewel. Je moet echt overheen lopen weer pakken, weet je wel. Zo, gewoon weird. We gaan... Gaan we serieus die vent doden? Dan moet ik heel snel mijn spel opslaan, want ik ben bang dat dat een baas wordt. Oh shit, Crutchy is de baas. Ik wist niet dat Crutchy zo gemeen was, maar ik ga hem nu opslaan, want ik ben bang dat het heel moeilijk is om Crutchy te... Oh my god. Jongens. Moment. Nee! Holy sh... Holy fuck! Heeft hij zichzelf vermoord? Nee! Uitkijken voor Crutchy! Uitkijken voor Crutchy! Oh, je kan hem niet vermoorden! Kan je hem echt niet vermoorden? Nobody takes Crutchy down, inderdaad! Ik zou top hier. Dag Crutchy, ik heb een product. Dus ik heb zoiets van... Hij boeit me niet. Politie weer achter me aan. Heel fijn. Altijd politie achter me aan. Heel vaak. Echt super spel. We gaan kijken wat ons nieuwe kit napalm. We gaan naar de factory toe. Ik vind het helemaal mooi, maar als hier maar gewoon uitkomen en politie mag ook gewoon opbokken. Oh man. Wat een avontuur. Exit, rechts. We gaan hier doorheen, loodzon. En dan komen we buiten. Oh, die gozer was echt niet te verslaan. Die had gewoon echt notendop, maar die was gewoon zo sterk en krachtig dat je daar gewoon niet doorheen kon zou komen. We gaan naar een factory. Hoe komen we daar? Ik moet even een logische manier vinden om daar te komen. En ik denk dat ik het wel ongeveer weet. Wat is daar in het midden? Misschien wel een soort van shortcut. Hier staan mensen. Health pipes for sale. Dag meneer. Dag mevrouw. Iemand van de SWAT. Ik hoop niet dat het van de politie, dat hij bij de politie hoort. Dat zal wel. Uitkijken dat hij ons niet schiet. Kijken of we de goede kant op lopen. We gaan hier schuin, want we moeten richting beneden. Dus hier moeten we wel helaas heen. SWAT member. Member. Ik noem hem SWAT member. Oeh, nee. Schiet op me. Ik ren hard en zo. En hun pakken me niet. Oh, nee. Ze hebben een ander gevecht met iemand anders. Mooi. Ik bemoei me er niet mee. Gaan we hier de goede kant op? Even checken nog. Ja, we gaan naar onderen en dan gaan we richting de factory. Mooi zo. Ga de goede kant op. Factory, ik ben benieuwd wat we daar moeten zoeken, want... Napalm, is dat niet bier of zo in het spel dan gezien? Is dat iemand van de politie? Ja. Heel langzaam langslopen. Goed zo. Gaan we even hier wachten totdat de politie weg is? Is dat bier? Is dat die napalm? Nee, dat is Olimplan. Olimplan of zo, weet ik veel. Swap members. Oh, shit. Ga maar daar naartoe. Kom maar niet hier naartoe. Goed zo. We gaan daar wel naar rechts toe. Waar moeten we daar naar rechts toe? Waar die swap members heen gaan. Scheiße. Even opslaan. Je kan nooit... Je weet het niet wat er kan gebeuren nog. Ik ga heel langzaam om hem heen.
En ik doe alsof ik gewoon tegen die muur praat. Hallo meneer de muur. Zou zeer, ze hebben niks door. Sukkels. Daar is de factory, hier rechts van ons. Dat betekent dat we wel... politie! Hoe komen we hier in de factory? Ik denk aan de voorkant. Ik hoop niet via dat vieze, achterlijke groene water. Want het is echt bevuiling, wil je niet weten. Oh shit, wat gebeurt daar? Factory. Hier is de Napalm Factory. Dan maar wat de politie. Hallo! En we zijn nu in de factory. Entrace. Oh, de politie komt achter me! Rennen, rennen, rennen! Kom, kom! Gaat de politie achter me aan? Shit, shit, ja, we kunnen haar vermoorden. Of niet, of ik ren gewoon keihard weg. Oh, shit, ik weet niet of ik hier naartoe moet. Oh, wat verschrikkelijk dit. Hallo, iedereen. Hallo! Ja, 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 la, 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 la. Ik heb napalm nodig, dus iedereen die me in de weg staat, die vermoord ik. Ook die schattige professors. Moeten we hier op klikken? Nee, we moeten hier niet op klikken. Oh, shit, 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 shit. Dit is echt een heel goed wapen in een afstand. En van dichtbij, hallo. Kijk maar uit, ik heb een wapen bij me. Ik heb napalm nodig en nu snel. Huppakee. Pistooltje werkt heerlijk. Opzouten jij. Wijnkal. Wilkal, sorry. Ik dacht de wijnkal. Weet je wel, je bent met bier bezig. Misschien hebben ze ook al wijn. Maar het is wilkal. Holy crap. Ik ga hem opslaan. Ik durf hier niet doorheen te gaan. Maar we moeten misschien wel. Politie. Ik zag een politieagent. Dit is wel eens al gaaf gedaan, dit. Oh. Wat? Ik zag een politieagentje. Waar ben je? Ze bewaakt wat. Ze bewaakt zeker wat. Ik weet het zeker. Hier zo. Dit bewaakt ze hier. Waar moet ik heen? Oh! Oh! Shit, shit. Wat schiet op mij? Het kwam ergens vandaan. En het leek net op een shotgun. Oh, daar was het. Kijk. Oh, en daar komt er nog eentje onder hier. Komt er maar. Holy crap. Oh, er komen een hoop politieagentjes in één keer. Die hebben een secret gevonden om mij... Oh, nog meer? Kom op jongens, dat kan niet zoveel. Dit is echt zo'n vreselijk slechte... Die pistool is gewoon het beste gewoon, hè? Het slaat gewoon nergens op. Maar pistool heb je gewoon zo die mensen dood. En een shotgun duurt gewoon uren over. En dat is echt ongelooflijk. Maar die pistool is gewoon het beste wapen in de game. Zou je niet zeggen. Heel slecht geprogrammeerd, maar dat maakt niet uit. Het is Postal. Gewoon een hele leuke game. Wat grap zei hij. Goed zo. Is dit een napalm? Yes! Yes! Maar nu gaat er waarschijnlijk weer wat negatiefs gebeuren. Ja hoor, er gaat wat negatiefs gebeuren. En we hebben inderdaad een nieuw wapen gekregen. En er komt ook iets aan nu. Want het beeld gaat nu al heel ver ergens heen. Komt iets aan daar. Er komt iets aan. Wat komt eraan? Hebben we een monster dat we moeten bestrijden? Je weet het nooit in de game. Wat uit die gifstoffen komt. Of is het... Oh nee. Oh shit. De fabriek gaat in één keer kapotten. Kapot door de kots van die medewerker. Oh, nee. Nou, daar kom ik niet meer weg hier. Oké. Blijf rustig, blijf kalm. Met ze of ik dit ga overleven, zie je in de volgende aflevering van Postal. Doei doei.